klein beetje uitleg geven over DAX-moteurkes. Eigenlijk, globaal, is dat bij alle moteurs een beetje hetzelfde. Dus een viertakmoteur werkt eigenlijk... Dus ik zal eerst bij tweetakt uitleggen. Bij tweetakt werkt de zonder kleppen in het neergaande schakel, dus in het terugkerend van uw pistool, zuigt hij bij een tweetakt uw nafte in. En naar boven komen krijg je direct een ontploffing. Bij viertakt gebeurt dat in twee volgorde. In het achteruittrekkend van de pistool zuigt hij uw nafte op. In het naar boven gaan krijgt u uw ontploffing. En dan krijgt hij weer open voor, en gaat hij weer achteruit, gaat hij weer naar boven voor eigenlijk voor u uit te laten gassen en zo bij te trekken. Ik ga eerst al een keer een demonstratie geven hoe dat er eigenlijk juist allemaal ineens zit. Ik zal het hier al een keer open doen. Straks, als je het dan zelf ook goesting hebt, ik heb hier nog twee moteurs mee. Als je wilt, mag ik dan zelf ook een keer kijken hoe dat er juist allemaal ineens zit. Dus ook bij viertakt. We zitten bij een nokkenas die uw kleppen, dus eigenlijk een soort wieleken met tjoepjes op, die uw kleppen eigenlijk induwen voor uw nafte te krijgen of voor uw uitlaatgassen buiten te krijgen. Die nokkenas wordt eigenlijk bediend door een distributieketting, noemen ze. Dat is eigenlijk een gewone ketting, iets kleiner of gewone ketting van een fiets. Dat werkt zo, dus zo doet uw nokkenas draaien in feite voor. Voor die klep te laten doorgaan. En ik wacht al een keer. Assistentie. Oké. Dat is eigenlijk het belangrijkste van uw moteur, dan moet altijd correct staan. Als uw pistool naar boven gaat, het zou dan dus uw pistool staat op zijn bovenste punt, dus op zijn T-punt noemen ze dat. Uw pistool staat van boven en dan zou de klep open gaan, ja, dan komt de klep tegen de pistool en is het al gedaan met zijn. Moet altijd vrij nou in de gaten houden, kan u dat ook wel een keer doen. Moet anders maar een keer dichter komen als je zin hebt. Hier staat er wel geen T-tje. Ah ja. Hier staat er wel een teentje op. Dus. Voilà. Dus eigenlijk, als je krukas op u, dus met je vliegwiel, kun je altijd maar op één manier vastzetten. Dus je vliegwiel zit juist met zo'n half maatje. Meestal kun je dat niet verkeerd steken als dat half maatje er altijd in zit. Dat schuift erover, dus als je dan op je vliegwiel kijkt, moet je op T zetten. Hier staat er een klein streepje op. En dan moet je hier gelijk zetten met het streepje dat op je kulas staat. En op je karter staat. En dan kun je gaan kijken dat je distributietandwiel perfect staat recht van met bolken hier op dat streepje. Als dat fout staat, ja, dan heb je iets voor. Dan hebben we wel iets speciaals voor. Hè. Dus nu ga ik een keer dat kopje los doen, dat je dan een keer van binnen ziet, dat u uw klepjes ziet zitten en uw pistool ook.
Zoekwijs. Zoekwijs. Ja, goed. Dus hier kunnen we een keer schoon zien. Dus hier heb je uw piston. Hè. Uw piston dus gaat naar boven, naar beneden, zodat ik u hier kan voortonen. Dus je gaat naar achter, gelijk als ik het zie. En daarna gaat hij terug naar boven. Dat is ook aansloot met die distributieketting, zoals ik dat er juist ook zei. Die distributieketting. Oh, is hij juist mee bezig? Die distributieketting zit hierop, hier zit uw nok. Hier zit uw nokkenas op. Ik ga die nokkenas er een keer uithalen, vrienden, zodat dat schoon zit. Allemaal free fast. Mooi free fast. Dat moet niet weten, dat. En de kort. En de kort. Tof, hè? En als daar de kleut mee zegt, dat karter, dan kost niet veel geld van de likes. Dus, hetgeen dat ik daar juist vertel, dus met die nokkenas zit hierin. Die nokkenas bedient, als je echt een keer goed wilt zien, kunt hier even kijken. Die nokkenas zit hier, dus met die schoepjes bedienen uw klepstoters. En uw klepstoters duwen hier op uw klep, die uw klep laat opengaan. De nokkenas zou ik er willen uithalen, maar dat is vrij lastig. Dan krijg je er niet gemakkelijk uit. Dus, hier hebt u nokkenas. Uw nokkenas standwiel zit hier op uw nokkenas, bij een viertakt. Dus draait zo rond en je ziet hier die schopjes zitten op het juiste moment. Dus dat glijdt hierop. Op het juiste moment komt dan af. Die klep zit hier, die ga ik er nu al niet uithalen, want dat vliegt hier in het rond. Uw klep gaat dan ook, gelijk al hier zo een beetje kunt zien. Ga in, dus dat is uw inlaatklep en uw uitlaatklep. Voor de rest, anders, als er iemand aan geroepen voelt, moet je zelf een keer kijken ook. Ik heb hier twee moteurtjes mee, die loslopen. Ah, Jan, ja, kijk wel. Jij bent Jan. We mogen hier beginnen aan in de blok hier verloopt. Ik weet dat maar. Trek dat broek op. Is dat deze? Oh, dat is de naam. Waarom de mocht al? Ja, nog een half. Ah, dat is een tweetal. Ah ja. En een drietal. Hier staat nog. Ja. Eerst moet je het lossen. En dan dat. Kijk, ik zal het geen voort doen. Wat is het maar? Ja. Jan. Ja, wel. Dan moet ik kijken bij een compressietest. Ik een compressietest Kom, is zo'n tjoepje, wat hier juist kunt opzetten. Ja. Draait je vliegwiel rond en op het moment dat je een druk toogst is, je
schoot dat gewoon tegen. Druk toegestis, dat is je type. En dan duidt dan gewoon aan. Duidt dan gewoon aan mijn stiftje. En dan weet het direct. Je duidt het aan mijn stiftje. Dan voel je hier een streepje in je broek. Dat is het streepje. Heb je dat al een keer gedaan? Ja. Nee, ik zat dan al. Nu moet je dat al doen. Dan en hij is nummer 9. Dus Smijt hem hier op tafel. Van mij moet hem hier op tafel zetten. Hé, Barna, wat doe jij, man? Dat is hier wel voor verbrand. Pak, jongen. Sneller. Pak een kruisje. Dan worden we al zot, hè? Pak een kruisje of iets. Oh, het is mijn liedje. Het is mijn liedje, zegt hij. Oh, zeker. Hij maakt het wel. Mohol. Hallo? Anton neem je ook al wat. Zeg sorry tegen hem. Ja? Maar zit, hij is hier twee takt. Ik ken het. Muziek. Bij een Amigo-tje is het niet meer in distributieketting. Kijk, dat is best wel. Dat is eigenlijk praktisch hetzelfde.
Okay. Maar het is dan goed met klakstoel. En die buitenmachten. Waar moest het dingen ook? Kortgedaagd, zo'n vliegen. Vliegen moet eraf. Inbis, pak die Nimbus. Laat de pistool maar zitten op de krukas. Voor de gezondheid dan die man. Waar is Sam? Ja, ik vind het eigenlijk Sam voor jou. Jan mag bij de kant. Zij is die olie afgelaten. Zij is er al af. Zij is er af. Olie is er al af. Hoe is jouw tafel? Jawel. Oh, het is goed al. Ik heb een paar kappen daar ook alweer op film. Dat is een trucje, hè. In plaats van een zoete twee, dat is een zoete. Maar hier aan de hand. Hola, hola. Wacht dit dan zelf, man? Op dit eentje. We hebben hier wel een kleren. We hebben hier wel een kleren. Maar kijk, dat is anders even, man. Kan dat zijn? Nafte. Zijn nu, dat komt niet. Ik ga ze zelf weer op zijn bak. Bij twee tochten tegen, als ze naar meer maken, altijd zijn. Altijd. Ja, dat maakt je. Twee tochten tegen, of niet? Vrienden, man. We moeten dus de pring hebben. We moeten een pring hebben. De pring, een bolnees alsjeblieft. Jan, waar zit hem met? Wacht jongen, ik heb al eens getest. Ik heb hier alles al gedaan. Ik heb al eens getest. Waarom dus dat? Omdat je straks weer volgen bij de sleutel naar rechts moet draaien en anders draait dat gewoon mee. Dus dat is een soort mindfuck. Dan heeft hij dat niet echt nodig. Ja, kom, 17. Zijn nu 17? Heb je dat al genoeg op? Ja, maar bij mij is het ook al. Jan, actie, kom. Droid als paal. Kijk, dit is zo erg gemonteerd. Als je naar de film Titanic gaat kijken, hè, zit ze gewoon in de karters te stappen. Dan kun je gewoon de krukassen zien. Pom, 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 pom. Snap je? Moet ik dan eerst naar die film kijken? Ja, eigenlijk wel. Dat is tijdens de pose, dat is tijdens de pose. Dan dus je loopt dan echt zelf in die... In een keer 19, sorry. In die motief. Meneer de mechaniek. Ja, maar nu staat hij goed zeker. Ja, man. Ja, Jan. Jan, ga je. Heb je zijn handen? Nee, dat zelf kunnen. Ja, naar mij. Voilà, man. Moet je kijken, het is gewoon al af. Ja, man. Dat is gewoon beter op het eind. Ja, dat is beter op het eind. De volgende workshop is van Annick. Ja. Wie had trouwens ook goed voor de kaks voor ze doen, gast? Ja. Is dat een koppeling en al? Ja, we kennen het niet. Ja, om. Onze goede. Ik ga best wat bier drinken. Beetje bier. Ah, dat moet. Nee, ik val. Ik val. Dat is bijzaak. Dan dat weer een nieuw moet krijgen. Die vrouw die aan het ziet. Ja, dat is ook laat. Ze biedt nog altijd een klein, maar bij u is het veel meer. Maar ik ga hem ook opstaan met de andere maatjes. Maar je kunt het voelen. Je moet gewoon een keer vroeg moeten zijn. Dat is echt, dat is mini, hè. Dat krijg je een zoek aan de prijs. Nee, maar alleen, wat dan? Blijf er dan. Oh, doe maar niet schoon. Allee, doe maar een keer. Dat is gelijk bij een tandarts, hoor. Moet je nog doen? Dan moeten we niet meer gaan van de maand. Ja, doe maar. Ja, mocht dat laten zitten, zo, als je dat nu afsnijdt. Kijk, dat pistool en slinder kunnen zijn nog gewoon perfect. Ik kwam daar. Ik rijd er niet gereden. Dat is niet zo. Het is al zelf niet goed voor... Wel, dat is eigenlijk... Ik heb al zo'n
Dat is een Chinees spel. Het erbij, met een elektrische starter, dat hij gewoon zit, vliegwiel. Ja. Maar de meeste zijn omgekeerd vliegwiel en de spoelen zitten in uw karter. Dus uw elektrische spoelen, ja. Bij een Honda Nice. Ken je dat, Honda Nice? Ja, ik ken dat, maar ik weet niet precies. Dat is ook zo. Dat is ook omgekeerd. Dan weet je dat de karter zit. Echt dat wel wat toe, Paul, hè? Ze zijn allemaal andere lengte. Dat is shit. Ja. Een vliegwiel is dus magnetisch. Zal dat kunnen voor mijn kerst, daar is het goed. Kunt er wel door. Ah, dat is genoeg. Nu gewoon een keer de koppeling op. Ja. Olé, olé, olé. Veel olie. Doekoe. Ja, het is afgelopen. Ja, maar Doelie was eigenlijk een feit wel afgelopen. Ik had Doelie afgelopen. Zutje, vraag een keer aan Sam die nacht een terug een beetje doeken. Doeken, vol, vol nee. Velle votten. Ja, maar denk ik een keer van verkoop maken. Oh, Barnard zit, dat is het vettigheid, hè. Nee, dat lag van die. Ja, zie. Ik wil ook een pintje. Palmke. Nog palmke hier? Nog palmke hem? Nee, ik heb een bos. Ik heb een bos. Nog palmkes? Het zijn zo net of wat? Wat krijg je niet los? Dat komt er weer. Het is gewicht.
Kijk, dat is alleen nog met zo'n toek. We moeten hier ook. Maar naar komt het ruik, jongen. Ga je er straks toe? Ik ga je gewoon een keer stukken. Ik weet al mijn naam. Ik nu los uit. X-Defector mag zijn hier. Je liever niet te melden op film. Kijk, James, doe iets. Ik heb daar iets goed voor. Zijn een deurslag die een drui heeft, ken je dat? Ja, dat klopt er nog. Wat? Een klopper, klopt er nog eens. En een voorraad. Het is toch fout. Demonstratie van het gebruik van een klopt er nog eens. Was jij toch niet zo? Was jij toch niet zo? Tjoe, ik heb mijn puntslag niet mee. Heb je die puntslag niet mee? Niet mee. Nee. Wow, dat krijg ik wel zo los. Dank je, goed al hier. Ik heb mijn puntslag niet mee. Wanneer een ding moet blijven zitten. Ze doen dat niet. Oh, hello. Direct. Moet dan iemand gewoon een keer op spanning houden anders? Of een turnavis moet het hier tussen steken? Het is niet dat gewoon. Wat krijg je nu? Geen mee, nee. Ah, yes. Laat ook dat hij de kop niet af. Dat wordt daar. Kussens beeld komen. Ja. We hebben daar dat ze een personal touch hebben. Ja, dat die extra sound die er dan in is. Ja, het dan extra hard. James moet op spanning houden. Ja, dat kun je niet anders. Maar zijn die aan het vastkloppen? Ja, nee, normaal is het niet. Ja, dat is heel druk. Oh, daar komt hij, daar komt hij. Die tand, door die tand niet. Dus van hier, in feite naar hier. Ja. Ja. Hebra. Next. Goed dan niks gehoord, kijk. Jawel, zo'n vlieghuur trek ik niet mee, maar ik ga daar straks. Dus in feite, deze moet los. Chaos. Alle karten. Voor de middenkant. James, we zijn al klaar, hè? Ja, en achter. Als ik dat ding kan omhoog voor mijn blikje. Hans is zelfs een van hem. Hans van de Coca-Cola. De Coca-Cola Hans. Test. Ja, naar die zijn. Doe weg. Ja, Fluw, je hebt dat goed gezegd. Dat kun je handen een koekje verder maken. Dat is Fluw, man, als hij in de ring staat. De rest is Fluw, hè. Nou, je zot goud is hier heel. En goed gebokst, jongen. Normaal gezien, als je zo'n motel opsmijt, doet dat ook op zo'n tafel, maar legt alles gebokst. Fluo, die bokst dat direct het akkoord in. Het is al een beetje moeilijk voor dat goed opsteken. Maar we hebben dat natuurlijk niet kwaad. Dus, hola, hola. Vorige keer was, wat hebben we door? Zenneke, wat ziet dat eruit? De koppelingsveer. Dat zijn koppelingsveer. Ik ga dus vatten dan binnen van vier toepsteken. Kijk, die was wel goed, het is in de lucht. Dat is wel een schat. Dat is wel
Nu gaan we de Vitesse zien. De koppelingsplaatjes worden vrijgemaakt. Enig bijtelwerk. Hola, hola. Beweging, beweging. Ah, is dat los? Oh, oké. Wanneer? Die vijf droog mee, ja. Maar die vijf droog heel hans mee, dus. Misschien een patat. In een goede pas. Ja, maar... Het is toch goed, hè. Walter van Beirendon. Steekt hij olie, maar hij krijgt zijn olie terug, niet terug naar buiten. Hij moet voor de olie naar buiten te krijgen, moet je dat hier los doen. Voor de dat hier los doen. En zo krijg je een continue spanning, zou ik zeggen. In feite, als je hem dan stil legt, valt die spanning weg? Nee, dat blijft zitten omdat die olie erin zit. Op pak nu. Je steekt, gelijk bij mij, een pistool en cilinder, een superhead. Je hebt een veel hogere compressie. Dus veel moeilijker ook voor je distributieketting voor de door te gaan. We laten tanken vooraan. In feite, als je dat doet, moet je hier met zo'n klein pompje olie in doen. Op voorhand. Dat hij niet overspringt. En dan doe je dat, pompt een paar keer. Want mijn maat heeft gehad, ik was er dan bij. Juist in pistool en cilinder gestoken. Ja, mocht er een keer meer rijden, hij slag erover, pak, klepje tegen pistool, het was al gedaan. Het is wel zonder geld. Ja, dus het is 40 euro voor een inlaatklepje. En 60 euro voor een uitlaatklepje. Dus, maar bij standaardmotorjes is dat niet nodig. Je kunt dat gewoon zo monteren en dat trekt ze niet. Maar als je echt zo begint met 140 cc of 119, dan zei best dat het al op voorhand. Toch zeker als de gil is open geweest. Als hij open geweest is. Als hij hier niet open geweest is, dan kan er geen kwaad. Nee, dat niet. Ja, ik weet het. Hier zit mijn man oliepomp. Dus hier, je krukas bedient hier je oliepomp. Je oliepomp duwt je olie door je door. Ja. Je olie steekt hem daarin. Je olie loopt hier. Ik ga dat een keer doen aan de voorkant. Je olie komt hierin. Wordt zo naar boven geduwd. Een keer terug via een normaal gezien. Via je loopt gewoon terug door een kulas. Los terug naar boven. Normaal gezien had altijd een terugloop hier. Ik dacht dat het deze nu was. Ja, dus normaal gezien deze. Dat loopt eigenlijk. Dat zijn nu al meer elementen. Wat gaat erbij met glijlagers? De meeste Honda kulasjes zijn met glijlagers. Dat zijn